kijk, ik vind de Kuip, ik vind Feyenoord de mooiste uitwedstrijd van het jaar. En dat, dat blijft nog steeds. Dus het is altijd, en je speelt er maar één keer in het seizoen, normaal gesproken. Dus daar kijk je er wel naar uit, extra. En ik vind het juist een hele uitdaging. En ik vind dat wij als Utrecht zijnde dan vrangenvrij eigenlijk kunnen spelen. Omdat iedereen verwacht dat Feyenoord wint. En dat zijn juist de mooie potjes, denk ik, voor ons. Om ons te laten zien. En dat lukte natuurlijk de eerste helft totaal niet gisteren. Ik heb al de voorbereiding inderdaad achter Jens gespeeld. Dus Jens is iemand die heel veel rendement brengt. Dus dat missen we nu gewoon. Dat valt weg. Maar goed, ik heb wel vooral dan bij Roda, omdat ik daar vast baasspeler ben, heb ik ook wel veel rendement gehad. En dus ik denk wel dat ik dat ook wel kan gaan brengen. Ja, ik kan wel mekkeren, ja, zeker. En dat is nu misschien makkelijker met die band dan. Dan heb je misschien iets meer krediet nog. Maar wel op een positieve manier. Dus volgens mij niet op een... goed, dat valt natuurlijk wel eens wat... van een gefronste blik bij en wat woorden af en toe. Maar ik ben niet iemand die spelers zijn grond in stand. Ik ga sowieso vaak het eerste naar, naar de voorbereider eigenlijk, omdat ik vind dat Tommy voor, ja kijk, Rodney die schiet die bal echt fantastisch binnen natuurlijk, maar ik vind Tommy, die goal komt eigenlijk grotendeels op konden van Tommy en dan, omdat juist iedereen al gefixeerd is op de doelpunten maken, ben ik dan altijd eentje die dan eerst even niet de drukte opzoekt en naar de aangever gaat. Ik had nog de illusie om snel weg te sneaken, zodat hij wist dat ik het was. Nou, normaal ben ik best uitbundig. En als we gewonnen hebben natuurlijk. Maar nu had ik even, ik moet zeggen, op adem komen. En, het duurde even voordat ik dan ook bij de spelers was om de supporters te bedanken. En ik loop normaal even naar de tegenstander, de scheidsrechter. Ja, maar ik was al uit het heigen nu.